We zijn hier op het Pieter Vredeplein. Of nou ja, eigenlijk moet ik zeggen het Decathlon Anders Sportenplein. Want vandaag op deze zaterdag zijn er meerdere sportverenigingen uit Tilburg en omgeving om hier een speciale variant van hun sport te laten zien. Namelijk de sport voor mensen met een beperking. En hoe dat eruit ziet, dat zie je nu. Hoe belangrijk is het aangepast sport voor de gemeente Tilburg? Ja, het is echt heel belangrijk, want we vinden dat mensen met een beperking, dat die er net zo goed bij horen als mensen die geen beperking hebben. Dus dat het sporten en bewegen ook voor hun eigenlijk heel erg belangrijk is. En ook voor mensen die zelf wel een beperking hebben, maar de weg nog niet zo goed weten, willen we laten zien wat er allemaal is en waar ze aan mee zouden kunnen doen. Is er een specifiek doel wat jullie willen bereiken door mee te doen aan dit soort evenementen? Nee, we willen wel laten zien dat het ook echt voor iedereen is. Dus als er verschillende mensen komen, dan passen wij het aan. Komt iemand in een rolstoel, dan krijgen ze andere technieken. En ja, dat is het leuke van deze manier van werken. Korfbal je al lang? Ja, al heel erg lang. Ja. En we hebben heel erg goede trainster. En dat is Joyce. Dat is Joyce. Maar jij bent ook heel goed. Ja. Scoort dan heel veel? Heel veel. Ja. Wat vind je nou het leukste van korfbal? Nou, het teamsport vind ik heel goed. Met elkaar omgaan en zo. En het strafworpen vind ik heel goed. En dan met elkaar goed kunnen overspelen. Dat vind ik heel goed in het sport. Decathlon die helpt vandaag mee met het evenement. Waarom eigenlijk? Wij streven naar om sport voor iedereen toegankelijk te maken. Dus dat is ook voor deze doelgroep. En ja, als je ook ziet wat hier allemaal gaande is. Iedereen kan sporten. We hadden straks al het zitdansen. En ja, dat is gewoon mooi om daarin te kunnen bijdragen als Decathlon zijnde. Vandaag is dit evenement speciaal georganiseerd om meer aandacht te vragen voor aangepast sporten. Is er dan te weinig aandacht voor aangepast sporten, vindt u? Ik denk het wel. Ik denk dat mensen het echt zien als, die mensen kunnen dat niet. En dat vind ik erg jammer. Ik denk dat wij ook kunnen sporten en ook op een redelijk niveau. Je hoeft niet per se beperkt te zijn om een gehandicapte sport te doen of een aangepaste sport. Als je langdurig geblesseerd bent, is het natuurlijk ook een optie om of in de rolstoel te gaan zitten om te gaan basketballen of op de grond te gaan zitten om te gaan volleyballen. Kun je toch je sport uitoefenen en je bent lekker bezig. Volgend jaar weer? Ja, als het aan mij ligt wel. En ik hoorde net van Decathlon dat die ook wel graag willen. Dus ik denk dat we het volgend jaar zeker nog een keer gaan organiseren.